Welkom bij vlog nummer 3. Zoals gewoonlijk ben ik weer onderweg naar het strand. Ik loop weer op dezelfde weg. Hier achter mij zit weer het verlaten zwempark. Want ik ga nu richting Eagle Beach, dat is toch de dichtstbijzijnde. Dat is ongeveer een kwartiertje, 20 minuten lopen. Ja. En ik ben ook wel wat mensen gaan kennen op de camping of op het complex. Naast mij zit een of andere meid, die is net aangekomen 3 weken geleden. En verder is iedereen doet vooral hotelmanagement of zoiets hier. En ze zijn allemaal wel aardig. Ik was eergisteren aangeschoven bij wat mensen, gewoon 's avonds. En een beetje bijgepraat met wat ik hier allemaal deed en zo, dus dat is wel mooi. En ik was dus nog bij Carib Media geweest, maar dat zag je ook in mijn vorige vlog. Het was allemaal heel professioneel en zo bij Carib Media. En allerlei dingen die ik niet echt nog weet, maar dat ga ik allemaal daar leren dan, hoop ik. Dus dat gaat wel leuk worden. Zo. Ik heb net even lekker gezwommen. Het water is echt heerlijk hier. Het is niet eens echt heel warm. Het zwembad bijvoorbeeld bij Blue Village is wel echt warm. Maar dit is gewoon nog lekker dat je kan afkoelen. En ik had nog bij de Intertoys had ik een of andere duikbril gekocht. Dus kan ik een beetje onder water kijken. En ik ben nu onderweg naar een superfood. Want daar hebben ze van die adapters om een Amerikaanse stekker naar Europese stekker om te vormen. En ik heb toch wel een mooie route naar Superfood uitgekozen, denk ik. Zo'n route heb je niet elke dag. Zo, dit is bijvoorbeeld hoe ik naar huis loop. Het is gewoon langs een weg en er is altijd wel een soort van pad of je kan altijd wel in de berm lopen. Dus dat is wel mooi hier. Het is wel redelijk veilig nog. En verder zijn de mensen hier zijn echt heel aardig. In ieder geval de mensen die ik tot nu toe tegen ben gekomen. Ik had bijvoorbeeld toen ik met mijn fiets, toen ik een lekker band had, toen stond ik bij Palm Beach. En ik zag toevallig een restaurant en daar hadden ze een soort van afleverservice met fietsen. Dus ik dacht, dan hebben ze ook wel een fietspomp. Nou, en toen, het was echt een heel luxe restaurant, dus ik was naar binnen gelopen, er zat helemaal niemand. En toen vroeg ik even of zij misschien een fietspomp hadden. Nou ja, dat hadden ze wel. Dus ik, ik moet even oversteken. Dus ik daar naar achter met die fiets en ze hadden inderdaad de fietspomp. Maar toen ik mijn band wou oppompen, toen liep hij meteen weer leeg. Dus hij was echt gewoon lek. En ik dacht zo van, nou ja, oké, dan ga ik wel verder lopen. Maar zij dachten, nee, we gaan wel kijken of we het nog kunnen plakken en zo. En er kwamen nog andere mensen bij, een paar bouwvakkers die bezig waren. Die kwamen ook helpen. Er staat vandaag wel een stuk meer wind dan de andere dagen. En het is ook wat koeler, dus dat is wel lekker. Ik kan nu gewoon helemaal doorlopen wat ik maar wil. Het is niet dat ik bloedheet krijg of zo. Of ik begin weer aan de hitte te wennen, dat is ook mooi. Nou, ik ben bijna bij de Superfood, daarachter zit de Superfood. En daarna ga ik weer even terug naar huis, even lekker lunchen. Zo, ik kom net terug van de supermarkt. Ik moest wat kaas hebben en nog wat drinken en ook wc-rollen trouwens. En ik wou eigenlijk ook bier kopen, maar ik snap helemaal niks van die supermarkt. Ze hebben alleen hele grote kratten bier en dat is dan weer heel duur. Het is hier ook wel een stuk duurder dan in Nederland, het bier volgens mij. En toen ik naar een andere balie ging om daar bier te halen, toen sprak er niemand Nederlands of Engels. Dus dat is een beetje apart. Dus voor bier ga ik voortaan maar gewoon naar de Superfood of zoiets. Vandaag is het vrijdag. En het is al lekker weer. Het is niet zo warm. Nou, het is wel warm, maar de zon schijnt niet. Het is een beetje bewolkt. En ik heb lekker bij het zwembad gelegen de hele dag. Gisteren ook trouwens. En het is goed uit te houden in de zon hier. Ik heb factor 20. En als ik daarmee insmeer, dan kan ik het redelijk volhouden. Dus dat is wel mooi. Ik ga nu weer naar de Superfood toe om even wat eten te halen. Vandaag ga ik kip met rijst en satésaus eten. Lekker makkelijk. En morgen ga ik wraps eten. Dus dat moet ik ook nog even kopen. Bij het zwembad kwam ik weer nog wat andere studenten tegen uit Nijmegen. Groepje van 4 jongens. Alle 4 uit dezelfde klas. Zijn ze hier naartoe gekomen om hier te gaan werken. Half jaar zitten, dus dat is ook wel lachen. En die zijn erg aardig overigens, dus dat is ook wel weer mooi. Ja, verder is sowieso iedereen hier wel aardig. Maar ja, ik ga nu naar de Superfood om nog wat eten te halen, dus.
jongens uit Nijmegen zeiden overigens ook dat als je gewoon iets wilt drinken, dat je dan niet voor bier moet gaan, maar voor wijn. Omdat wijn hier wel lekker goedkoop is en bier toch erg duur. En dat je gewoon een biertje moet kopen voor je, om jezelf te verwennen een keertje één keer per week. En wat ze ook zeiden is dat het rijden hier wel goed gaat. Het is gewoon, ze waarschuwen heel veel ervoor dat je hier erg moet opletten. Maar als je gewoon normaal rijdt en ook inderdaad oplet, dan gaat het gewoon goed en dan kan er eigenlijk niks misgaan. Dus dat is geruststellend en wel mooi. En ik heb ook een autobedrijf heb ik benaderd met Jeroens Autogarage. En daar ga ik een auto huren. Ik had ze gisteren een mailtje gestuurd. En vanochtend had ik een mailtje terug. Van ja, dat er een auto is en zo en dat ik die kan huren. En of ik even wou bellen, want hij heeft geen internet. Dus ik had bij de receptie gebeld voor $1. En ja, dat ging gewoon goed. Het is 750 gulden per maand. Ik zeg nou gulden, maar het is florinten. Iedereen hier zegt gulden eigenlijk. En dan ja, moet ik ook nog een borg van 1500 gulden betalen. En een half uurtje les van 75 gulden. Maar dat is allemaal best wel goedkoop. 750 gulden per maand, dat is ongeveer nou, wat is het? €375 per maand. En dan heb ik een soort van Opel Corsa-achtig iets of zo. Dus daar ben ik wel blij mee. En die kan ik, als het goed is, morgen ophalen. Hallo, ik had nog helemaal niet laten zien hoe het hier gaat met koken. Dus ik denk dat ga ik even laten zien. Nou, kijk. Zo gaat het met koken. Nee. Ik heb, dit is een van de kookplaatjes. Inductie of zo, hoe heet het? Portable Induction Cooktop. En dit is mijn koekenpan. Is helemaal bekrast, dus alles blijft plakken. Maar ik heb olie gekocht, dus dat gaat een beetje goed. Dus dan, ik ga nu wraps maken. Dus ik heb kip, ik heb wraps. Ik heb taco saus, want het zijn natuurlijk taco's. En ik heb een paprika. Ik weet niet eens of ik een mes heb. Heb ik een mes ervoor? Oh, dat gaat wel lukken. Ja, daar heb ik wel een mes voor. Nou, flikker je een beetje van deze troep erin. Wat de flats. Zo, die kan weer terug. Is dat genoeg troep? Dat weet ik niet eens. Ja, dat weet ik. Dan, ja, wat dan? Dan moet die erin. Oh, nee, dat gaat niet lukken. Ik weet het. Hallo. Oké, zo. Van het eiland, denk ik. Dat is het California Lighthouse. En dat is niet alleen vanwege de vuurtoren achter mij, maar ook vanwege dit. Nou, dat ziet er toch wel mooi uit. Ik heb nu eindelijk een auto, dus ik kan hier overal komen. En nou, het is een goed autootje, hij rijdt lekker, dus dat is mooi. De handrem bijvoorbeeld is een beetje apart, moet je met een blok houden, moet je die omhoog houden. Niet ernstig of zo. Hier bijvoorbeeld de handrem, die zit met een blok omhoog. Hier, die blijft niet omhoog staan. En ja, verder is alles wel oké. Dit spiegeltje kan ik niet verstellen. En dat is het wel, bijvoorbeeld dit klepje is weg en dit is weg. Maar ja, dat is gewoon allemaal lekker op zijn Arubaans. Hij is mooi ruim. Er kunnen gewoon 4 mensen in. Het is wel een 3-deurs. Maar ik sta nu dus bij California Lighthouse. En ik zie daar wat rotsen. Maar daar kan ik niet komen met de auto. Dus dan ga ik daar even heen lopen. Want ik zag daar ook allemaal mooie golven en zo. Dus dan ga ik daar even heen.